Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met iets heel leuks. Ik heb het hier al naast me. Hele mooie frames. Daar gaan we zo mee aan de slag. Gaan we een mooi herfstbloemstukje maken. Hè? Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder het kopje cursuspakketten en we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. Mocht je het leuk vinden, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Dan deel ik vaak heel veel als er weer iets online komt of iets weer beschikbaar is als het is uitverkocht. Of als we iets gaan maken. Vandaag gaan we dus aan de slag met deze prachtige frames. En je kan ze in verschillende kleuren bestellen. Ik heb hier een beetje koperachtige kleur. Goud. En even kijken. Dit noemen ze dan champagne. Ja, ze zijn allemaal echt prachtig. Dus ja, welke kleur je ook gaat maken. Ik ga vandaag ook een bloemstuk maken. En die bij elke kleur mooi is. Het leuke is, ze zijn allemaal een beetje herfsttinten. Dus heel erg leuk. Normaal gesproken doe je er een vaccine in. Wij gaan er natuurlijk net even iets anders mee doen. Want ja, zo kennen jullie mij. We gebruiken daarvoor ook de ondergrond van Oasis. Er zit zo'n mooie waterschaal onder. Ideaal. Die gaan we wegwerken. En ook weer in een mooie bruine tint. Zodat je het eigenlijk weer een mooi geheel hebt. Maar ik vind het handig, want er zit dan gelijk een mooie waterschaal onder. Je kan hem eventueel later weer gebruiken. Dus als je de ondergrond ook mooi beplakt met mooie natuurlijke materialen, kan je hem daarna nog wel leuk weer gebruiken. Dat is dus natuurlijk erg leuk. Ook voor straks voor de kerst, weet je, is het ook weer mooi. Kan je deze ook weer leuk opmaken. Maar ik zou zeggen, laten we nu gewoon gauw gaan beginnen. Aan de buitenzijde doe ik wat bananenblad. Je kan bananenblad dus weer in heel veel verschillende vormen, maten hierop lijmen. Wat je zelf leuk vindt. Bekijk bijvoorbeeld ook de video met het ronde bloemstuk op pin. Daar laat ik zien hoe verschillend een bloemstuk kan lijken als je bijvoorbeeld andere vormen maakt. Maar ik laat vandaag gewoon één soort zien. Maar denk je van, ik ga er vierkantjes van maken of zo. Dat kan dat ook. Is ook heel erg leuk. En ik breng ze op hoogte en ik lijm dit er aan de buitenkant omheen. Neem de binnenkant er mooi bij mee. Dus ik sla het iets naar binnen, zodat je die gelijk er mee neemt en ook bedekt. Dan geeft het een net iets mooier afgewerkte effect. Om de buitenzijde wikkel ik nog een paar keer mooi wat touw. Dat geeft een mooi natuurlijk effect, past er mooi bij. Dan heb ik nog een mooi bromelia plantje. Hieromheen doe ik wat mos en daar maak ik ook een flinke wikkeling met touw omheen, zodat hij mooi is weggewerkt aan de buitenzijde. Tenminste het potje. Je geeft hem aan de bovenkant al het water in het in de kern eigenlijk. Dus ik pak wat mos, stukjes mos, dat doe ik er omheen. En dan wikkel ik eventjes het touw er flink omheen. Zodat ze mooi stevig omheen zit en het mooi is afgewerkt. Geeft ook gelijk een leuk effect en past gelijk ook in die zweer. Wat we maken. Mooi warm. Ik gebruik een grote en een kleine houder. Dus ik ga even spelen en kijken hoe ik het mooi tot zijn recht vind komen. Hè? Want we hebben natuurlijk ook het plantje die we graag erop willen. En dan
Normaal zou je deze branden, maar wij gaan hier zelfs bloemetjes in doen. Dus ik vind dit wel erg mooi zo, op deze manier. Dus dan ga ik de bromelia in het stuk zetten. Ik doe er even een sorteerprikkertje onderin. Dat doe ik net door de gaatjes van het potje. Dan zit hij toch iets vaster in het stuk. Kijk, dan blijft hij mooi rechtop staan. En onder de houders doe ik een klein beetje mos. Zodat er niet volop water op de houders komt. Ik zet eventjes vast met een krabbetje. De houder zetten we vast met een prikker. Dat kan je doen. Soms zit er al een plakketje onder. En anders kan je er een beetje kling onder doen. Of eventueel met wat lijm. En daarmee zet je hem vast. Dus het is hier mooi stevig in het stuk. Dan blijft het ook mooi stevig staan. Ook leuk als je eventueel wel straks een kaarsje in wil doen. Let dan wel op dat er niks in de buurt komt. Voor nu is dat niet handig omdat het plantje erbij tussen staat. Zo, en nu hebben we nog ruimte over voor de bloemen en andere materialen. Hiervoor gebruik ik ook mooie luxe materialen. Ik speel een beetje met de hoogte. Mooie Nutan. Erg mooi, ook in de herfstkleuren. Maar ik verwerk ook bloemen wat hoger ertussen. Speel je dus goed mee. Kijk naar je materialen, naar je ondergrond. Wat mooi staat. Kijk hoe prachtig dit nu al wordt. Lampionnetjes. Ik snij alles heel goed schuin aan. Dat is altijd erg belangrijk. En ik gebruik mooie warme materialen. Ik gebruik vooral veel bloemen, weinig blad. Mooi rijk gevuld. Mooi disteltje. Cosmia. Zeker weer mooi in de hoogte. En ik doe het wat meer trapsgewijs. Die kleuren bij elkaar. En dan heb ik ook wat mooie grasjes. Gebruik ook gerust wat hoger. Echt een plaatje. Kijk hoe mooi. En hij is nu mooi rijk gevuld, dus mocht je nou nog iets steekschuim zichtbaar hebben, dan werk je dat mooi af met een beetje mos en zit je gewoon vast met een krammetje. Dan hebben we natuurlijk de houders nog. En zoals ik al zei, gaan we die niet gebruiken om een kaarsje in te doen, maar ik doe er een flesje in. Die vul ik even met water, gebruik mijn waterfles voor. Erg makkelijk, want het smeert niet. Ook leuk om later straks met kerst een mooie kerstbal in te leggen. En hier doe ik gewoon wat bloemetjes in die ik over heb. Bijvoorbeeld nog een takje van een roosje. En dat vind ik
erg leuk en schattig. En ik wil jullie nog even laten zien, want kijk, ook deze kleuren hadden er perfect bij gepast. Het maakt eigenlijk niet uit welke kleur je neemt. Het is allemaal heel erg mooi. Ja, en dan hebben we weer een prachtig mooi apart speels. En zelfs een beetje industrieel bloemstuk gemaakt. Kijk, we hebben echt gekeken naar het soort product wat we elke keer gebruiken. De materialen en de bloemen. Dat ze allemaal mooi tot z'n recht komen. En zo kun je zien dat je zulke houders eigenlijk op een hele leuke, originele manier kan gebruiken. Het zit er heel leuk in verwerkt. Het past allemaal ook mooi bij de ondergrond. Dus echt een luxe bloemstuk. Ja, echt prachtig om elke keer weer te gebruiken. Het plantje blijft heel lang goed. De houder is heel lang goed. Sowieso sterke materialen, maar ook makkelijk weer te verversen. En dat is natuurlijk erg leuk, ook voor de kerst. Want het is echt heel erg tijdloos op die manier. Wil je dit pakket nu zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je kan dus in 3 kleuren bestellen van de houders. Dus deze koperkleur. De gouden kleur en de champagne noemen ze het. Maar en elke is mooi in dit bloemstuk. Dus ja, wat je ook kiest is sowieso echt prachtig. Ik zou niet kunnen kiezen, maar ik vind het sowieso erg leuk. Goed, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zou ik zeggen, dan zien we de volgende keer weer. Doeg!